Hoi allemaal, wat super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag natuurlijk en weer tijd voor een nieuwe week. Super leuk. Ik ga deze week weer voor jullie vloggen. En vandaag gaan mama en ik even naar het reisbureau, want we willen graag in juni samen op vakantie gaan, een weekje. Maar we komen er gewoon echt niet uit via internet, want er is zoveel en er is zoveel moois. Dus we dachten misschien is het een goed idee om gewoon even daarheen te gaan en om advies te vragen. We hebben wel een paar dingen wat we graag willen, dus ja, misschien dat we er dan iets makkelijker uit gaan komen. Dus dat gaan we vandaag doen. Top. Ik zal heel even mijn outfit aan jullie laten zien, want dat vind ik wel leuk. Want ik heb iets aan wat ik echt al heel erg lang in mijn kast heb liggen, maar eigenlijk nooit aantrek. En eigenlijk vind ik het best wel leuk, dus ja. Ik heb namelijk mijn tuinbroek weer eens een keertje aan. Ik heb deze echt heel erg lang geleden gekocht bij de Monki, echt al een paar jaar geleden. Maar ik heb hem eigenlijk nooit aan, omdat ja, eigenlijk... Ja, ik voel me eigenlijk niet zo heel erg vrouwelijk in dit. Maar ik vind het wel heel erg leuk. Dus ik dacht vandaag van, hey, ik ga er gewoon weer een keer voor. Ik vind trouwens mijn make-up look vandaag ook echt super goed gelukt. Deze lipkleur vind ik zo mooi. Deze lipkleur die is van Maybelline. Van de Gigi Hadid collectie. In de kleur, waar is die nou? In de kleur Tara. GG10. Tara. Nou ja, echt super mooie kleur. Nou, we zijn net klaar bij het reisbureau en we hebben er ongeveer een uurtje gezeten. En we hebben nu denk ik wel wat we gaan doen. Het staat ook wel al geboekt. We kunnen dan binnen 3 dagen annuleren als we toch nog twijfelen. Maar we hebben nu iets gevonden in Griekenland. Plaatsje Corfu, toch? Corfu. Plaatje Corfu. En het was gewoon all inclusive. Met een centrum in de buurt en dat soort dingen. En dat zochten wij gewoon. We hoeven echt niet zo heel veel boeiends. We willen gewoon dat het mooi weer is. Een leuk resortje. En dat je gewoon lekker kan chillen. Dat is het belangrijkst. Dus ja, en het was een hele leuke prijs. Dus dat is natuurlijk ook altijd fijn. En nu zitten we in de auto, want we gaan even naar de kringloop. Dat hobby. Ja, maar ik ben nog nooit in die kringloop geweest. Dus wie weet vind ik nog wat leuks. Je weet het nooit. Nou, lekker even shoppen, hè, man. Shoppen in de kringloop. Yay. Dit is de ravage. En nu gaan we even passen. Joehoe. Ik heb nu dit topje aan. Die is nog helemaal nieuw. En ik vind hem wel cute. Hij is wel een beetje kort. Maar goed, voor de zomer straks is dit wel heel chill. Dus ja. Die kost ook maar 2,50. Dus die vind ik wel heel erg leuk. Dit zijn genoeg, hè? Nou, dit shirt is een beetje raar. Het is echt een heel raar stofje. Dus nee, deze ga ik sowieso niet nemen. Ik heb nu dit blouseje aan. En ik vind hem echt wel leuk. Maar hij is voor mijn gevoel gewoon net te oversized of zo. Hij is net even te groot. Ik hou wel van oversized. Maar bij deze vind ik dat het niet echt heel veel doet voor mijn figuur en zo. Ik lijk er een beetje een man in. Met die mouwen ook. Het staat ook niet heel verkeerd. Maar ik denk niet dat ik het dan aan zou trekken. Ik heb nu deze trui aan. En ik ben er wel fan van. Qua de kleur en zo. En hoe die zit. Alleen, ik vind hem gewoon te lang. Hij is gewoon te lang. Want ook als ik hem dan... Nee. Ik heb nu deze kooltrui aan. En deze vind ik wel echt heel leuk. Ja, deze vind ik leuk. Er zit ook een leuk patroontje op. Zien jullie het? Ja, ik vind dit leuk. Ik zit toch te twijfelen. Ik vind hem toch niet helemaal mooi. Ik weet niet waarom, maar... Nee. Dus ik ga die rode ook niet passen. Deze wordt het gewoon niet. Nope. Ik heb nu dit zomerjurkje aan. En nee. Ik hou niet van deze... Ja, hoe zeg je dat? Kraag? Of, ja, I don't know. Ik hou hier gewoon niet van. En ik weet niet, ik vind hem een beetje kinderlijk ook. Nee. Dan heb ik dit jurkje aan. Die had mijn moeder voor me uitgekozen. Maar ik vind hem, ik vind hem gewoon niet mooi. Ik vind hem echt niet mooi. En er zit wel een soort open rug op. Hij kan alleen niet echt goed dicht. Maar nee. Dit is echt niet mijn ding. Echt helemaal niet. Alsjeblieft, man. Geniet ervan. Dankjewel, schat. Wat een mooie. Dat je broer daar model voor hebt. Kan niet.
Nee, deze heeft mama voor de verjaardag gekregen. Wanneer we hem gaan opeten, dat weten we nog niet. Maar zonde. Ja, zo'n mooi model. Het is 8:50 en wij moeten om 8:00 sporten. En we zitten nog steeds in onze kleding. En mama zit nog steeds te Netflixen. En Timmy, hou op met dat gelik. Hou, oh, vervelend. Hou op met likken. Hou op met likken. Oh, dat klinkt zo fout. Timmy, stop nu. Stop met likken. Hola, het is vandaag dinsdag. En vandaag ga ik een video opnemen samen met een vriendin van mij, Romee. Of nou ja, ik zeg vriendin van mij. We zijn wel echt vriendinnen, maar we hebben elkaar echt al jaren niet meer gezien eigenlijk. Maar goed, we praten nog steeds wel eens met elkaar en zo. Dus we dachten nu van, hey, laten we een keer gaan afspreken en een video samen opnemen. Dus dat is heel erg leuk. Zij komt zo meteen en dan gaan we dus zo meteen een video filmen. En dan daarna gaan we waarschijnlijk richting Amsterdam. Echt turbo, turbo, turbo. Want het is nu al 2:00. En dan gaan we daar nog even foto's maken voor op Instagram. Dus dat is super leuk. Oh girl, you flinking. Ja, ze love die jas zo erg. Ik vind hem echt zo leuk. Hij nou goed. Is van Cassie Jackets. Dus. Nou, echt te leuk. Nou, we hebben in ieder geval net 2 video's opgenomen. Dus dat is echt top. Dat hebben wij echt lekker gepikt. Lekker licht hier. Ja, love it. Nou, dus dat hebben we net gedaan. En we gaan zo meteen richting Amsterdam. Gaan we nog even shooten. Kan surprise. Gewoon. Ja. En ja, dus helemaal leuk. Helemaal productive. Productive day. Yes. Current situation. Taking pictures right here. Let's go. Ik ga zo'n stukje. Ja, dit is dus hoe het er altijd uitziet als je foto's maakt. Het gaat om de uitrusten. Ja, daar gaat het om. Dus ook scheid hebben we al die mensen die langslopen. Zoveel opmerkingen van mensen. Ja, gewoon voor afsluiten. Gewoon niet te letten. Je ziet het toch nooit meer. Nee, lekker boeiend. Kan het ook helemaal niet, echt. Ik heb vandaag echt een ontzettend leuke dag gehad. Ik ga nu lekker naar bed, want ik ben super moe. En ik heb al de hele dag een beetje keelpijn. Dus ik hoop dat het morgen minder is, want ik word hier echt helemaal gek van. En ik hoop ook niet dat ik ziek ga worden. Daar heb ik ook geen zin in. Ik voel me op dit moment gewoon nog goed hoor, alleen. Meestal is keelpijn bij mij een voorteken van een verkoudheid. En ik heb daar eigenlijk niet zoveel zin in. Dus ik hoop niet dat het gaat gebeuren. Maar goed, ik zeg voor nu slaap lekker. En dan zie ik jullie morgen. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. Misschien zien jullie het wel aan mijn hoofd. Maar ik ben ziek geworden vannacht. Super kut, ik had het al een beetje verwacht. Omdat ik gisteren natuurlijk zo'n keelpijn had. Ik zei het volgens mij nog gisteravond in de vlog. Maar ik heb vannacht echt heel weinig geslapen, want mijn hele hoofd zat verstopt. Het deed ook gewoon echt heel veel pijn. Ik heb ook echt heel veel pijn aan mijn hoofd. Dus ik ben wel bang dat het iets van een voorhoofdholteontsteking kan worden ofzo. Ik hoop het echt niet. Ik hoop dat het meevalt. Maar, oh wat zie ik eruit. Kijk even jongen. Maar goed, in ieder geval echt super vervelend. Want ik voel me echt super beroerd daardoor. En ik wilde vandaag een video opnemen. Mijn bullet journal, maar ik kan het echt even niet handelen vandaag. Dus ik ga gewoon maar lekker op de bank mijn tijd doorbrengen. Ik moet vanavond ook dansen en daar wil ik wel heel graag heen. Want we zijn bezig met een voorstelling. Dus ja, dit is gewoon echt heel vervelend. Ik voel me gewoon echt niet lekker. Ook echt uit het niets opeens. Nou, echt verschrikkelijk. Oké, ik ben er weer. De gemoedstoestand is alleen maar erger geworden. Het spijt me echt. Ik kan me echt bijna niet vertonen op deze manier. Ik heb zoveel mijn neus gesloten dat het gewoon helemaal rood en pijnlijk is. En oh, sorry, echt sorry voor dit. Maar ik voel me echt verschrikkelijk. Ik heb net proberen te slapen, maar het lukt gewoon niet. En ik heb vannacht ook echt maar 3:00 geslapen, omdat ik gewoon niet kon slapen. Dus ik ben helemaal kapot en ik voel me gewoon super ziek. Maar goed. Ik wilde even iets leuks mededelen wat ik net te horen heb gekregen en wat ik echt super leuk vind. Ik ga in de meivakantie naar Londen en ik vind het zo leuk. Ik ga met Musical Camp daarheen. Ik ben super excited. Ik ga daar vloggen. Ik weet nog niet of ik daar ga vloggen voor op het Musical Camp kanaal of voor mijn kanaal. Dat moet ik allemaal nog even overleggen. Maar ik heb er zoveel zin in. We gaan naar 4 musicals en het is geweldig. En nu is mijn camera bijna leeg. Dus ik ga even stoppen met vloggen. Maar ik ben echt heel excited. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. Dinsdag, het is donderdag. En ik voel me wel al een stukje beter. In ieder geval beter dan gisteren.
Nou ja, het is nu gewoon meer dat ik me echt verkouden voel. En gisteren voelde ik me gewoon echt beroerd. Dus dat is wel al veel beter. Ik zie er nog steeds echt belabberd uit. Mijn neus doet ook gewoon helemaal pijn van het snuiten. Maar goed, echt, ik heb gisteren de hele dag lopen stomen. En dat helpt dus toch wel, want het is nu wel weer veel, het is veel meer losgegaan, zeg maar. Al het snot, ja, het is gewoon snot, sorry, TMI. En ik kan in ieder geval weer ademen. Ik baal wel echt dat ik me nu zo voel, want ik had hier eigenlijk niet zoveel zin in, maar ja, niks aan te doen. Vandaag ga ik doen wat ik eigenlijk gisteren wilde doen. En dat is mijn bullet journal video maken. Gelukkig hoef ik daarbij niet echt te praten. Ik moet natuurlijk wel mijn intro even filmen, maar ik kijk wel even of ik dat vandaag of morgen ga doen. Gelukkig heb ik morgen ook de hele dag nog de tijd om dingen te doen, omdat ik geen zangles heb. Dus dat is heel erg fijn. En ja, dat is een beetje de planning voor vandaag. Ik ga gewoon lekker muziekje aanzetten en lekker aan mijn bullet journal werken. Dus dat is op zich wel chill. En ja. Zo, ik neem heel even een pauze van mijn bullet journal. Ik ben er altijd zo lang mee bezig. Maar goed, ik neem nu heel even een pauze, want ik ga even wat eten. Dan ga ik zo meteen weer verder. Ik ga trouwens wel een beetje mijn bullet journals anders doen nu. Minder uitgebreid qua tekeningen en zo ook. Maar ik krijg best wel vaak de vraag of ik nog een keertje een nieuwe video erover wil maken. Dus ik dacht van ja, ik doe het nu wel gewoon. Want ik vind het nog steeds super leuk om te doen. En ik doe het ook gewoon nog steeds. Ik heb het tot nu toe gewoon helemaal volgehouden. Alleen sommige dingen in bullet journals vind ik gewoon niet chill. Dus dat haal ik er gewoon uit. En ik doe nu gewoon echt puur praktische dingen. En gewoon een beetje creatief en leuk. Dus ja, maar dat gaan jullie wel zien in de video. Dus helemaal leuk. Heel misschien staat die nu zelfs al online. Maar dat weet ik niet zeker. Dat ligt er even een beetje aan of ik dat nog ga redden nu voor zondag. Maar goed, ik ga nu heel even wat eten maken. Want ik heb echt super veel honger nu. Er is net een pakketje binnengekomen. Want ik heb namelijk voor het eerst in mijn leven bij de Brandy Melville besteld. Ik wilde deze trui heel graag hebben en ja, als je hem in de winkel wil halen, dat is gewoon onmogelijk. Want elke week is er een nieuwe collectie in die winkel. Dus ik heb hem besteld via Duitsland. Best chill, alleen 10 euro verzend kosten. Dat is jammer, maar goed. Ik ga hem even laten zien. Dit is de trui die ik heb besteld. Het is gewoon een witte sweater. Super chill. Ik wil even van binnen voelen. Oh ja, echt heel chill. En ja, het is eigenlijk best wel die basic one die heel veel mensen hebben. Los Angeles met het Amerikaanse vlaggetje. Ik had deze in Amerika aan. Toen had ik hem dus gevonden. Maar toen heb ik hem niet gekocht. En ik had achteraf zoveel spijt dat ik het niet had gedaan. Dus nu heb ik hem besteld. En hij kostte 36 euro. Maar er kwam dus wel nog 9,50 euro verzendkosten bij. Dat is een beetje jammer. Maar goed, ik dacht echt van ja, ik ga sowieso spijt krijgen als ik hem niet bestel. Dus ik heb hem gewoon besteld. Kijk even hoe leuk wat ik heb gemaakt. Dit heb ik niet voor een video gedaan. Dit heb ik gewoon voor mezelf gedaan. Maar echt, hoe leuk is deze geworden? Oh my god. Ik heb gewoon even een soort van travel journal gemaakt van New York. Heel kort hoor, want ik heb ook echt geen zin om mijn hele vakantie uit te schrijven. Dus ik heb gewoon de leukste dingetjes heb ik allemaal hier geplakt. En dan heb ik hier op de volgende pagina mijn vliegtickets, mijn kaartje van Anastasia en nog deze fotobooth foto samen met Jess. Dit is hoe leuk! Oh my god. Ik ben hier echt zo blij mee. Ik vind het echt heel leuk. Ik heb echt de smaak weer helemaal te pakken. Mijn journal ziet er echt super leuk uit. Ook de nieuwe maand. Die heb ik wel gefilmd, dus die ga ik niet aan jullie laten zien. Oh, wat zie ik eruit. Oh my god, dit is helemaal schraal. Oh, ik ga dit even insmeren. Maar goed, echt super leuk. Ik vind het echt weer heel erg leuk om te doen. Ik ben begonnen aan een nieuwe serie op Netflix en het heet, oké, nu moet ik het wel goed uitspreken, Tabula Rasa, als ik het nou goed heb. En het is een Belgische serie en het is echt best wel spannend. Dus wil je nog een beetje een leuke, nou ja leuk, wil je nog een beetje een soort van psychologische thriller, zo moeilijk uit te spreken, zien, ga dan deze serie kijken. Het is echt, ik moet even wennen aan het Belgische accent, maar het is wel echt heel goed. Het is echt een goede serie en ik ben pas bij aflevering 3. Dus ga het vooral even checken als je een beetje van psychologische thrillers houdt. Thriller, ik kan het zo niet uitspreken. Thriller, I don't know. Oh, Miloetje is moe.
Kijk nou even. Dit is toch te lief. Dit is echt mijn baby, hè? Ja. Oké, ik ben dus eventjes van plan om een Instagram foto te maken. Of nou ja, ik wil hier even iets uitproberen of dat leuk is. Maar kijk even, ik heb mijn telefoon vast weten te maken aan mijn statief. Door er met 80 kilo tape omheen te rollen. En ja, nu gaan we gewoon even kijken of dit wat is. I'm not sure, maar ik ga het proberen. Ik had een ideetje opeens. En ja, soms moet je een beetje improviseren om het zo te krijgen hoe je het wil. Dus ja, let's go. Hola, het is vandaag zondag. En misschien horen jullie het wel aan mijn stem, maar ik ben hem weer een beetje kwijt. Want ik heb weer heel erg veel gehoest het afgelopen weekend. Toen is mijn stem weer weggegaan. Super vervelend. Maar ik wilde nog eventjes een stukje vloggen. Want ik ben al de hele dag een beetje proberen om mijn mond dicht te houden. Maar ik wilde even nog een stukje filmen voor jullie. Zodat jullie wel weten dat ik nog leef. En ja, ik ga bij deze wel de vlog afsluiten. Omdat ik gewoon niet meer wil praten. Dus ja, heel erg bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie hopelijk weer bij de volgende video. Doei!